we staan momenteel op de bouwplaats met de 200 units hier in Hengelo. We zijn momenteel bezig met de laatste paar plaatsen van de units, de laatste twee. En dan is het stapelen is klaar, zeg maar. Waarom worden hier 200 tijdelijke woningen gebouwd? In verband met de woningnood. Veel vraag vanuit de gemeente Hengelo. En snel te realiseren, zo die 200 eenheden. Dus vandaar. De bouw tot nu toe is goed verlopen. We lopen redelijk op schema. En de nut is nou bezig om aansluiting te doen voor de nieuwe energieaansluiting. Dus ja, het loopt mooi op planning. Wanneer de eerste woningen bewoond worden, dat ligt dan wel bij ons. Maar wij gaan 1 april gaan wij opleveren richting wel bij ons. Wij hebben het hele gebied in ontwikkeling, dit hele stuk. En dit is eigenlijk een van de laatste stukken die wij willen gaan doorontwikkelen. En daarom hebben wij gekozen voor deze locatie. Zodat wij de rest kunnen doorontwikkelen en dan als laatste hier kunnen wonen.